vandaag weer een nieuwe dag in Bergen op Rijn bij Sporthal de Bosdries. Weer een lastige training doen. Op naar binnen. Kom op. Maar vooral eerst, wij naar binnen gaan. Eerst meer over het Tiger Cycling Team. Het team is een wedstrijdinitiatief dat anno 2022 geboren is. En is erop gericht om jonge wielrenners op te leiden, te begeleiden en te ontwikkelen tot een beter wielrenner. Hun Tiger is een echte doorzetter en het strepenpatroon van iedere Tiger is uniek. Het is daarom niet voor niets dat de Tiger symbool staat voor het team. Met het samenbrengen van experts uit verschillende disciplines kunnen we onze jongeren laten wennen aan de eisen die van een toekomstig prof worden verwacht. Dit doen we door mentaal, fysiek en sportief te begeleiden. Zo worden door Sophie Hermans van Zeg Gezondheidszorg mentale trainingssessies verzorgd voor onze rennersgroepen. En terwijl Marcel Smits van Into Motion de inspanningstesten verzorgt, nemen Diana Schat en Bart Wolfs van Physio Factory de verdere fysieke testen voor hun rekening. Wat we hier zien is een supernova, een ster wat op spectaculaire wijze explodeert. En juist dat is de naam van het gloednieuwe elite belofte team. Hiermee is de hele opleidingspyramide gecoverd. We gaan naar een van onze nieuwe renners en dan wel een hele bijzondere naam, Umberto Hogerland. Een jongen van 19, uit Zeeland, in de buurt van Goes. Hij is een gemotiveerde renner voor het Tiger Cycling Team Supernova. Ook persoonlijke doelen en ik denk dat ik die hier met het team het beste kan behalen. Nou, wat ik mooi vind aan de wintertrainingen is dat we mooi met alle jongens samen kunnen trainen. Dat is super gezellig en je kan ook veel van elkaar leren. Het is ook mooi om hier te fietsen. In Zeeland is het ook erg mooi om te fietsen. Mooi vlak en veel wind, dus kan je goed waaiers trainen. Maar hier is het ook mooi om een beetje bergop te rijden. En, dat vind ik super leuk aan de wintertrainingen. Toen alle Tigers zich hadden omgekleed, het voedsel hadden gepakt en de voorbespreking bijgewoond, werd er vertrokken naar het Belgische land voor opnieuw een FTP-test. Tuimelende beekjes en een langlauf skigebied. De Barak Michel, gelegen in de hoge venen van België. Vanaf de voet, vanuit Eupen, gaan wij vandaag de FTP-test doen. Klimmen naar 674 meter hoogte. Maar wat is dat nou precies, zo'n FTP-test? De FTP-test is een term die nog eens vaak wordt genoemd door fietsers. Simpel gezegd is je functional threshold power het gemiddelde wattage aan vermogen dat je gedurende een uur kan volhouden. De kracht die je op de pedalen drukt dus. Idealiter gaat het hierbij om een constante inspanning, niet een vermogen met pieken en dalen tijdens een heuvelachtige rit. De FTP-test, ook wel 20 minuten test genoemd, is een test waarmee je jouw FTP kunt bepalen. Simpel gezegd, jouw progressie kunt meten en jouw huidige conditie kunt zien. Zwaar afziend kwamen de Tigers één voor één langsgeraasd tijdens deze momentopname om verderop na 20 minuten te stoppen op het parkeerterrein. Umberto, was het zwaar? Ja, altijd zwaar. 20 minuten altijd zwaar. Zware test. Oké, ben je tevreden over je gevoel? Ja, op zich wel. Mooi resultaat? Ja hoor. Oké, super. We gaan straks evalueren.
Ja, ik kon geen ritme vinden, dus ging niet zo best. Oké, maar tevreden over je resultaat? Ja, als ik eerlijk ben, niet zo, maar... Hoe ging het? Weet jij hoe ik hem tevreden ben? Redelijk. Ben je tevreden? Tim, hoe ging het? Ja, prima. Jou ook, Raoul? Ja, heel goed. Hoe dan ook, wij waren getuigen dat iedereen zich van zijn beste kant heeft laten zien. En zijn dan ook super tevreden met de inzet die iedereen heeft getoond. Bovendien zijn jeugdwielrenners sterk afhankelijk van de fase in maturiteit. Als team vinden we het daarom belangrijk dat iedereen kan groeien in eigen tempo. En de sport op een plezierrijke manier kan beleven. Vind jij onze video's nu ook zo leuk? Abonneer je dan zeker op ons kanaal en mis niets van het Tiger Cycling Team.